Taiwan wordt er vaak vergeleken met de Oekraïne. Maar ja, Taiwan is een eiland op aanzienlijke afstand van de Chinese kust. Dat is nog niet zo simpel om dat op te rollen, zou ik maar zeggen. Vooral natuurlijk omdat Taiwan ook door dat TSC-bedrijf een niet onaanzienlijke rol speelt in de wereldeconomie. Het Verlossum, kunt u mij horen? Hallo Maarten, ik geniet van je podcast, ga zo door. Je had het over een kleinere overheid. Ik heb daar een opmerking over. Je kan pas spreken over een kleinere overheid als je hebt bepaald wat een overheid wel of niet moet doen. Dus ik stel voor om een uitgebreide discussie te beginnen over wat de overheid voor ons moet doen. Plus in de Tweede Kamer hoor ik vaak over het verbod van zus en zo. Nooit hoor ik over hoe we die verboden gaan handhaven. Het loopt de politie nu al over de schoenen, dus bij een volgend verbod gelijk even nagaan hoeveel mensenuren de handhaving gaan kosten. En ook hoe we dat gaan financieren, zegt Tom Jansen. Ja, laten we met het tweede deel van zijn vraag-suggestie beginnen. Daar heeft hij groot gelijk in, dat de Kamer is voortdurend bezig met van alles te verbieden en te veranderen. Maar aangezien er geen handhaving is van de dan genomen maatregelen, heb je daar verder natuurlijk geen kloot aan. Ik wijs maar op de fameuze maatregel dat we 100 moesten gaan rijden om de stikstofuitstoot te beperken, maar dat de politie direct zei, ja, we gaan dat niet handhaven. Dus je hebt geloof ik wel een paar wegen met trajectcontrole, maar ik heb al eens verteld dat als ik dan 's ochtends naar de slimste mens reed, dat ik door een soort van raketverkeer gepasseerd werd. Ja. En dan rij ik braaf op de cruise control 100, of 102 zet ik hem dan op of zo. En nou ja, dan ben je echt de langzaamste verkeersdeelnemer, hè. Kom nog voor de auto zo achter je rijden, zo huje, weet je wel, van een zeikneus. Een groot licht geven. Ja, we willen toch wel even doorrijden. Word je ook wel ingehaald door vrachtwagens? Nee, dat is alleen in Amerika zo. Oké. Okay. Ja, daar rijden vaak de vrachtauto's het hardste. Dus nee, dat is in Nederland niet aan de orde. Tenminste, en nu waren er ontzettend veel caravans op de weg. Of hoe heet het? Ja, recreational vehicles and caravans, ja. Die passeer ik dan weer wel, moet ik erbij zeggen. Nee, dus daar heeft die man groot gelijk in, want dat is een heel reeks van. De Tweede Kamer is een meester van. De Tweede Kamer heeft vergadering bijeen besluit dat dit niet langer getolereerd kan worden. Dus de Tweede Kamer is tegen ongelukken, de Tweede Kamer is tegen ongelukkige mensen. De Tweede Kamer is eigenlijk voor een ideale paradijselijke wereld. Alleen jammer genoeg hebben we niet het apparaat om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Dus ja, die meneer heeft groot gelijk. Neem geen maatregelen waarvan je bij voorbaat weet dat ze niet te handhaven zijn. Dat is gewoon stom en ondergraaft tegelijkertijd ook de relatie tussen burger en overheid. Want die burger denkt daar vaak, nou ja, de pot op met die overheid. Ik ga me daar niks van aantrekken en dat maak ik zelf wel uit. Hè? De bekende Nederlandse standpunt, dat maak ik zelf wel uit. Maar goed, je hebt dat ook op lager niveau. De stiltecoupé in de trein, ik heb er wel eens vaker over gehad. Als je niet van plan bent om het te handhaven, doe het dan niet. Zorg dan, breek gewoon die stiltecoupé af en laat de mensen het zelf uitzoeken. Hè? Als er een stiltecoupé is, handhaaf dan ook. Wat ze niet doen, met de bekende gevolgen, niet waar. Dat je dat als burger dan zelf gaat handhaven. En dat kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen. Op zijn minst dat je massaal uitgescholden wordt, ja. Ja, je wordt in Nederland vrij gauw uitgescholden als je op zichzelf, naar mijn idee, vrij verstandige standpunten erop nahoudt. Maar dat hoort er een beetje bij. En natuurlijk, we hebben met de sociale media eigenlijk een scheldwereld gecreëerd. Of althans een resonerende ruimte waar je lekker kunt schelden. Als de schelders nou eens gewoon eens opbeelden met anoniem te schelden, dat zou ik al zeer op prijs stellen. Hey. Anoniem schelden, dan ben je al een ontzettende lul natuurlijk. Dan hadden we het eerste deel van de vraag nog. Wat de overheid moet doen. Ja, dat is een heel interessante vraag, omdat daar natuurlijk in feite al over gediscussieerd wordt. Nou ja, sinds er een overheid is, bij wijze van spreken, wat moet de overheid eigenlijk doen? Wat is de verantwoordelijkheid van de overheid? Die is deels wel degelijk in Nederland, is die gedefinieerd in onze grondwet. En dat artikel, als ik het even voor de geest probeer te halen, is vrij omvangrijk. Dus dat de overheid is gehouden om te zorgen voor behoorlijke sociaal-economische omstandigheden, dat mensen aan het werk kunnen, redelijk,
Ik wil het wel voor de volgende keer opzoeken, maar goed, dat is het. De grondwet is daar vrij expliciet over. En als je toetst aan de grondwet, als wij dat nu eens even amateuristisch toetsen, ik ben overigens niet voor een toetsingscollege, zoals in Amerika het Supreme Court, maar als je het toetst aan de grondwet, dan is in allerlei opzichten de Nederlandse overheid in gebreken gebleven in de afgelopen 20 jaar. Dan zou die overheid meer moeten doen. Ik ben er ook op dat punt, maar goed, ik ben natuurlijk, ik sta links van het centrum, laten we dat duidelijk maken. Een aantal dingen die geprivatiseerd zijn sinds in feite jaren 80, 90 enzovoort, dat vind ik volkomen onjuist. En ik vind dat de overheid daar zaken heeft laten liggen uit ideologische overwegingen. We hebben de Giro-dienst al eens een keer genoemd. Volkomen ten onrechte verpatst aan de ING. Of neem natuurlijk de gezondheidszorg. Waar ook allerlei impulsen zijn om dat te privatiseren. En de handen, als een ziekenhuis wat winst maakt, dan weet je zeker dat het goed gerund wordt. Nee, daar ben ik geen grote voorstander van. Want als je een ziekenhuis winst laat maken, dan zal zo'n ziekenhuis patiënten waar in feite niks aan te verdienen valt, maar die een hoop geld kosten, die verdwijnen dan misschien alleen naar academische ziekenhuizen. Dat weet ik niet precies, maar daar kun je natuurlijk ook, daar kan privatisering ook een hele vervelende sturende functie hebben. Dus er zijn een aantal dingen waar infrastructuur vanzelfsprekend, dat moet je niet overlaten aan particulier initiatief. Had de spoorwegen, ja, die zijn natuurlijk een beetje schijn geprivatiseerd. Maar daar ben ik tegen. De spoorwegen zijn naar mijn idee een overheidszaak. Die moeten behoorlijk functioneren. Omdat niet iedereen met de auto kan. En dat heeft vergaande gevolgen. Dat zou betekenen dat iedereen die niet met de auto kan, die aan de heiden is overgeleverd. Zoals in de Verenigde Staten. Daar heb je dat niet. Er is geen overheid. Zeker op bepaalde plekken is er gewoon geen behoorlijke voorziening op het punt van publiek transport. Dus ja, ik wil daar best nog wat langer over nadenken, maar ik vind dat hele idee van de kleine overheid die maar hele beperkte verantwoordelijkheden heeft, dat vind ik niet gelukkig, omdat toch blijkt dat bij privatisering dat allerlei overwegingen een rol gaan spelen die naar mijn idee bijvoorbeeld in de medische sector of in de ziekenverzorging geen rol mogen spelen. We hadden een prachtig bedrijf, de Giro, niet waar? En dat hebben we verpatst aan, sorry, kom ik weer over die ING te spreken. Dat had niet moeten gebeuren. Ik denk dat dat een heel onjuist beleid is. Het afstoten van al die expertise, bijvoorbeeld bij staatsbosbeheer en vergelijkbare instellingen, dat is een heel ongelukkige zaak geweest waar we niets aan verdiend hebben tenslotte. Want je moet dan tenslotte externe gaan inhuren. Externe zijn altijd duurder. Dus ja, ook dat is een heel zorgelijk punt wat die meneer aanroert. En in ieder geval is het zo dat in de afgelopen 25 jaar, zeker misschien wel 30, veel te veel dingen zijn geprivatiseerd zonder goede overtuigende redenen vanwege die visie. Ja, nu heb je gezegd wat de overheid dus wel moet doen. Wat zou een overheid wat jou betreft niet moeten doen? En wat ze nu wel doen? Nou ja, in zijn algemeenheid, waarvan je zegt, nou, dat hoort echt niet bij de overheid, dat moet het bedrijfsleven maar doen. Of andere instellingen. Helemaal zo goedheid, dat vind ik moeilijk. Ik weet het zo gauw niet eerlijk gezegd. Want dan moet je dus iets waarvan de overheid zich nu enorm druk over maakt. Maar waarvan je zegt dat ik het beter niet doe. Ik het beter overlaten aan het particulier bedrijfsleven. Weet jij iets? Nou, ik zit eventjes na te denken. Iets waarbij de markt dus beter functioneert. Hè, die discussie die hoor je wel eens vaker. De markt moet het maar bepalen. Ik ben een groot voorstander van de markt. Voor die dingen waar de markt goed in is. Ik zou het bijvoorbeeld heel suf vinden als de overheid zich zou bemoeien met het beleid van welke computer je moet kopen. En ze zeggen, nou, dan komt, sorry, dat is allemaal veel te ingewikkeld nu. Wat is er niet voor aanbod? Weet je, dan komt een regeringscomputer, die moet je kopen. Ja, ook wel een heel goedkoop dingetje, maar toch, het is een regeringscomputer. Nou, daar zou ik echt tegen zijn. Omdat ik denk dat de vernieuwing en de technologische verandering ernstig zou hinderen. Denk. Nou ja, misschien moet je kijken naar de Oost-Europese landen, waar vrijwel alles natuurlijk in overheidshanden was. En op een aantal terreinen, niet waar, blijkt dat hele onaangename effecten te hebben gehad. Neem sport. Hè? Dus dat al die gedoopte DDR-sporters, hè? Al die gedoopte dames in de DDR, die
Nou ja, al die prijzen wonnen. DDR die was vaak in grote toernooien, Olympische Spelen, de derde natie, terwijl het een piepklein landje was. Ja, omdat, of denk aan een Russische sportbeoefening. Als die sport door de overheid wordt ondernomen, dan is dat naar mijn idee heel geheel onjuist. Sport kan heel rustig op eigen benen staan. Daar hoeft de overheid geen rol in te spelen. Jij zei net tussen neus en lippen door. Wat mij betreft hoeft er geen toetsingscollege te komen, zoals in Amerika. Nee, ik zou dat hoogst ongelukkig vinden. Omdat dat wordt, kijk naar Amerika, het politiseert. En dan heb je nog weer een zaak waar je eindeloos ruzie over kunt maken. Wie er dan wel en wie er dan niet in benoemd zouden moeten worden. Ja. Ik dacht dat nu al eens de PVV zich bemoeid heeft met hoe de Hoge Raad samengesteld wordt. Ik vind dat hoogst ongelukkig. Laat elke rechter maar toetsen wat mij betreft, zonder dat hij zegt dat hij toetst. Hmm. Die rechter kan toch ook naar de grondwet kijken en denken, hallo, dit deugt voor geen meter. Dit is in strijdig met grondwetsartikel zus of zo. Denk aan die sociale verplichtingen die uitgebreid zijn opgenomen in de grondwet. Ja. Denk aan die zaken, die agendazaken en zo. Hè? Daar zie je dus dat gewoon op basis van grondwetsartikelen of internationale verdragen, dat de overheid dus ernstig in gebreken blijft. En ook als zodanig door de rechter tot de orde wordt geroepen. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk juist dat kan. Ja. Hè? Want als burger, als je vindt, mijn overheid houdt zich niet aan de grondwet, dan moet je dus eerst moet je verenigen met andere mensen die dat vinden, want dan maak je de meeste kans, denk ik, hè? Ja, zo'n rechtszaak, maar goed, zo'n rechtszaak kan ook door individuen, verstandige individuen worden aangespannen. Ja. En op allerlei punten rotzooit de overheid maar wat aan. En als je dan de overheid confronteert met zijn eigen verplichtingen en beloften, dan blijkt dat, een klassiek geval is Das en Boom. Dat was het heet tegenwoordig ander, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Maar daar werd het vrij simpel, dus de leider van Das en Boom confronteerde steeds met name plaatselijke autoriteiten Met de regelgeving die er is, of met Europese afspraken die er zijn. En dan blijkt het dat deze allemaal, daar trokken zich niks van aan. Ja, voor de rechter win je dan. Das en Boom heeft een tal van zaken gewonnen, met als gevolg dat tot enorme woede van de wethouders dan weer niet een nieuw industrieterreintje bij kon komen. Ja. Even tussendoor, Schiphol gaat extra mensen neerzetten. Hè? Dus het zou de komende weken wat beter moeten gaan. Oh, ik ben nog niet gebeld. om een rol te spelen daar. Nou ja, ik had de indruk dat zelfs iemand, dat zelfs een bejaarde met gezond verstand al een aanzienlijke verandering zou kunnen bewerkstelligen. Ja. Hè? Dat je gewoon eens in zo'n rij gaat vragen, waarom staat u hier eigenlijk? Hè? Ja. Niemand wist waarom, niemand bleek enig idee te hebben van waarom rijen daar staan en hoe lang het gaat duren en wie er eigenlijk in zitten enzovoort. Je zou dus zeggen, ook bij minimaal personeel moet je daar toch een soort orde in kunnen aanbrengen. Ik kreeg nog wat tips van mensen die zeiden, we gaan naar Düsseldorf, want daar is het toch ietsje beter geregeld. Ik begreep al dat mensen die uit Rotterdam waren gevlogen, of hoe heet het tegenwoordig, Den Haag, ik weet niet hoe die luchthaven tegenwoordig heet, maar dat al wel wat beter was. Ja. Ik zelf heb een dure eed gezworen dat ik ophoud met vliegen als het niet dringend noodzakelijk is. Kijk, als ik ooit nog naar Amerika ga, dan ga ik dat echt pas doen als deze zaak genormaliseerd is. En ik doe zoiets voor een reisbureau waarbij ik samen met iemand anders hele leuke culturele en politieke reizen maak. En die heb ik nu net gemaild dat het is de bus en de trein, maar voor ons gaat niet meer vliegen. Dus als wij bijvoorbeeld naar Wenen zouden gaan, wat toch een hele treinreis is, nietwaar, dan ga ik met de trein. Het gezelschap mag van mij vliegen naar hartelust, maar ik doe het niet meer. KLM Air France maakt ook weer wat winst, hè? Ja, dat zal best wel. En dan over 10 jaar maken ze weer dik verlies. Ik bedoel, ook daar is de luchtvaartmaatschappij, en daar zou ik ook zeggen, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. Nee. De overheid mag zich voor mij wel bemoeien met Schiphol. Dat is een overheidsbedrijf, een semi-overheidsbedrijf. Ik weet niet precies hoe het juridisch in elkaar zit. Dat hoort tot de infrastructuur. Maar een luchtvaartmaatschappij moeten wij niet runnen. Nee. Dan nog wat vragen over de studentenophef. Daar heb je al veel over gezegd deze week. Maar Helene Vos die is in ieder geval weggegaan daar als voorzitter. Hè? Dat is ja. Bij die Amsterdamse studentenvereniging. Wat je vaak leest is dat mensen toch het wel opvallend vinden dat jij ooit ook bij de studentenkorps hebt. Ja, dat vinden mensen gek, ja. Ja, god, waarom ben ik lid van het Utrecht Studentenkoor geweest? Omdat in mijn familie was het usance dat je lid van het koor werd.
Dus als je dat niet deed, dan, ja, dan stond je toch in de familiekring te kijken als een knor, zoals dat heette. Ja. Je gaat toch niet bij die knorrenbond. En bovendien kreeg ik er nogal wat financiële extra's. Als ik bereid was, omdat het koor, je moest een rockkostuum kopen en allemaal andere flauwekul en poppenkast. Als ik dat twee keer aan heb gehad, is het veel. En toen ik het jaren later weer aan probeerde te trekken, toen ik ging promoveren, toen bleek ik ongeveer twee keer zo dik geworden te zijn in de tussenlerende tijd. Dus ik had er eigenlijk heel weinig aan gehad. Maar goed, dat was de hoofdreden. Dat is een kwestie van familiecultuur. Was ik er vreselijk gelukkig mee? Nou, met sommige dingen wel, en andere dingen niet. Het is ook, zoals zoveel dingen, een complexe zaak. Met name het sociëteitsleven en de zogenaamde kroegcommissie. Ja, dat waren instituties die naar mijn idee niet deugden. Maar ik heb in de Almanak-redactie gezeten. Dat was ontzettend leuk werk. Daar werd je niet voor de voeten gelopen. Je kon allerlei kritische stukken schrijven. Sterker nog, mijn stuk was misschien, ben ik ook niet trots op wat ik daarin geschreven heb. Ik heb in de redactie van het Koorblaadje gezeten. Ook leuk werk. Nogmaals, je mocht heel kritisch zijn. Werd je overigens ook uitgescholden. Dat is wel lollig. De schelderij die begon daar eigenlijk al. En je hebt ook best wel vaak nog spreekbeurten gegeven, toch? Later bij studentenverenigingen. Ja, zeker. Ik heb overal bij hoe heet het, in Groningen en in Vindicat. Leiden. En bij Vindicat en bij Minerva. En hier bij de Sociëteit in Utrecht. Wat krijg je daar dan mee van dit soort verhalen? Is daar dan iets van zichtbaar of gedragen ze zich dan keurig? Ja, dat is zeer zichtbaar. Ja. Vindicat was echt een soort free for all. Ik heb zelf in mijn leven zo'n ontzettende puinhoop gezien. Ik had een andere lezing in Groningen gehouden. En de Groningse Universiteit heeft een soort hotelletje voor overnachters. Natuurlijk als je na 10 uur klaar bent met je lezing, kun je eigenlijk niet meer terug naar het westen. Naar de beschaafde wereld, om het maar flauw te zeggen. Dus ja, goed, ik logeerde daar en ik denk, goh, ik ga de Groningen bij nacht maar eens verkennen. Hoe zit dat? Nou, ik moet je zeggen, stad is wat. Hè? Dat is een opwinden. God allemachtig, wat een kabaal en een opwinding in die Groningse binnenstad. Dus ik was ook bij Vindicat naar binnen gelopen. Ja, wat gewoon, ja, je kon daar gewoon naar binnen lopen. Aan dat marktplein, dat nieuwe pand. Nee, het was het oude pand nog. Het is jaren geleden. Maar het nieuwe pand en het oude pand die stonden betrekkelijk dicht bij elkaar volgens mij. Ik weet niet wat er met het oude pand gebeurd is. Nou ja, het was een soort hoe zal ik het zeggen? Een dronken ruïne. Zoiets was het eigenlijk. Ik dacht, God allemachtig, wat een puinzooi. Wat ben ik blij dat ik deze rotzooi morgen niet op hoef te ruimen. Dus ja, bij Minerva heb ik ook wel eens gesproken. Minerva is ook, dit zijn allebei corpora waarbij vrouwen en mannen geïntegreerd zijn. Daar moet je ook niet te veel van voorstellen. Bij Minerva viel mij toch op dat die meisjes toch een beetje deemoedig in een hoek stonden met elkaar te kwebbelen. Om het even een beetje flauw te stellen. En dat de heren toch ook qua lawaaiproductie en andere activiteiten duidelijk domineerden. Het was kennelijk ergens in het najaar, want een wonderlijke gewoonte die ze hier ook in Utrecht hadden, namelijk dat ze kranten in de fik stonden zetten en dat die dan door eerstejaars of komende eerstejaars moesten worden uitgetrapt. En dan werd er geroepen, vuur in de zaal. En tot mijn verbazing bleek deze wonderlijke gewoonte ook in Leiden te bestaan. En nou ja, er werd ook wat van alles nog wat in de fik gestoken, vuur in de zaal en arme eerstejaars of bijna eerstejaars, die moesten dat uit gaan trappen. Kon ik ook niet laten te zeggen dat dit soort van treurigheden kennelijk zo algemeen zijn. Dat ze overal, ik vond de groentijd eigenlijk niet kunnen. Dat vind ik tot op de dag van vandaag. De ongelukken gebeuren ook meestal in de groentijd. De ongelukken gebeuren meestal in de koorhuizen waar ook ontgroend wordt. Maak daar aan een eind. Ja, want daar is geen behoorlijk toezicht. Ook hier is handhaving. Want ze zeggen altijd, ze beloven altijd beterschap. En er komt altijd een commissie die ernaar gaat kijken. En nou ja, allemaal andere lulkoek die... Dat was in Amsterdam ook. Ja, die ook niks voorstelt allemaal. Dus zorg dat je er goed zicht op houdt. Schaf het grootste deel van de groentijd af. En zorg voor externe controle. Extern. Dus geen vriendjespolitiek. Niet de schrijvers die iedereen kent in die corpora. Dat is ook een wonderlijke zaak van de corpora. Het zijn bepaald niet de besten die daar domineren. En wie zou zo'n externe club dan kunnen zijn? Geen idee.
noem eens iets. Ik weet niet, kunnen we niet ergens iets vinden die beetje nette mensen. De boeren hebben zo meteen misschien tijd. Misschien kunnen ze een keer zo'n trekker binnenrijden. Ja. Dat zou wel een opmerkelijke gebeurtenis zijn. En Amsterdam hadden ze ook een nieuwe gedragscode inderdaad. En die... Ja, daar boeien je allemaal niks van voor. Okay. Joh, dat is voor de bühne. Neem dat vindicat, dat belooft er al jaren beterschap. Dat komt nooit iets van. En dat ligt, dat heb ik ook proberen uit te leggen, dat ligt natuurlijk aan het soort van personen wat erbij betrokken is. Namelijk adolescenten, mannen. Heel treurig groepje. Ja, die zijn natuurlijk nog bezig om iets... Nou ja, ik heb ook het voorbeeld gegeven. Ik bekijk ooit eens zo'n documentaire over zo'n bavianenhorde. Dan krijg je een heel aardig idee hoe dat ongeveer in elkaar zit bij die mensen waar wij, of die mensen, die dieren waar wij ook familie van zijn. Adolescente mannen, veel drank, groepsvorming. Tel dat bij elkaar op en dan weet je dus dat het gegarandeerd misgaat. Ja, vertelde, jij was met Arend-Jan Boekenstein. Vertelde hij nou dat hij ontgoend was door Jan-Peter Balkenende? Ja, bij het VU-korps. Zoals hij terecht meldde en ik natuurlijk als koorlid moet zeggen, een beetje een mislukt korps. En Balkenende die ging tot 2 uur dan, maar was hij 's ochtends zat hij weer in de boeken. Hè? Ja, Balkenende, dat is natuurlijk evident een vrij gedisciplineerde en intelligente man. Ja, ik heb het volgens mij verteld, ik heb hem laatst horen spreken. Op zo'n congres waar je per se Engels moet spreken, terwijl het helemaal niet nodig was. Maar goed, ik vond hem de beste en de geestigste spreker. Hartstikke, dat goede anekdotes, er was niks mis mee. Ik zou hem ook uitnodigen als ik zo'n congresje had. Ik kan best leuke dingen vertellen. Ja. En is het nog steeds nu zo dat je, als je bij Minerva zit, dat je dan inderdaad de nieuwe bestuurder van het land bent? Dat wordt natuurlijk nog wel eens gezegd. Ja, je had het bekende gerucht dat iemand die minister van Buitenlandse Zaken werd, die moest bij Minerva hebben gezeten en iets belangrijks hebben gedaan. En nou weet ik niet of er niet ondertussen toch een gat gevallen is. Maar ja, Hoekstra is notabene voorzitter van de Senaat in Leiden geweest. Dus dat klopt weer perfect. Ja. Dat is weer een typische Minerva-klant. In heel veel steden heb je ook gewoon echt studentenverenigingen en koren. Meestal heb je een hele reeks van verschillende studentenverenigingen. Christelijke verenigingen, Rooms-Katholieke verenigingen, corpora, politieke verenigingen. Je had in Utrecht Politeia, best een leuke club in de tijd. Er is van alles en nog wat in het aanbod. En in Maastricht heb je alleen... Ik zou iedereen wel aanbevelen, word wel lid van een soort club. Want je kan anders als je ergens uit de boondocks komt, zoals ik uit Wageningen. Ja, dan ben je natuurlijk wel een beetje een eenzaam element in zo'n stad die je totaal niet kent. Je moet nieuwe kennissen maken. Dus in die zin, ja, vond ik het ook niet zo verschrikkelijk. Ik vond bij het koor, nogmaals de groentijd, vond ik in alle opzichten niet juist. Vooral ook kinderachtig. Adolescenten mannen zijn ongekend kinderachtig. Eigenlijk weten ze dat zelf niet, hoe kinderachtig ze zijn, maar ze zijn het. Dus daar zou ik iets aan doen. Kijken of je een vereniging kunt vinden waar die flauwekul wat minder is of beter gereguleerd is. Ja, je bent in feite totaal vrij, maar word wel lid van een vereniging. Ja, er zijn ook steden die hebben alleen maar disputen, hè? In Maastricht heb je niet echt een... Het AC zit ook bijvoorbeeld heel anders in elkaar dan het USC. Ja. USC heeft jaarclubs en AC heeft... Dat is anders georganiseerd. Het is nu wel zo dat die jongens die dus inderdaad in Amsterdam dat gedaan hebben, die zijn ook meteen online aan de schandpaal genageld, met name en toename foto's. Dus de vraag is of zij überhaupt nog ergens... Want dat duikt natuurlijk iedere keer op als ze straks gaan solliciteren. Ik ben helemaal niet bang voor hun carrièreperspectief. Nee? Ook niet omdat ze dat met die sperma kan gebeuren. Kan gebeuren, jongens. Mijn tijd. Ik herinner me nog wel dat... Nee, daar zou ik me helemaal geen zorgen over maken. We leven nu toch in een tijd waar inclusie heel belangrijk is, respect voor elkaar, duurzaamheid. Nou ja, we doen net alsof dat zo is. Maar in de dagelijkse praktijk is dat vaak helemaal niet zo natuurlijk. Hmm. Laat staan bij de corpo. Ik heb al gezegd, ik ga niet de termen gebruiken waarin bij het Utrecht Studentenkoor in de jaren 60 over meisjes werd gesproken. Dat was niet best. We hebben niks van de koningin gehoord. Hè? Ze heeft nu niet gezegd, ik ga daar niet meer bij. Want zij zou toch ook bij dit de aanstaande koningin bedoelen. De aanstaande koningin, ja. Nee, ik denk dat hij enige rust neemt en dan vervolgens gewoon lid van die damesclub wordt daar. Oké. Dat is mijn dochter ook geweest. Die heeft daar heel veel plezier gehad. Ja. Vrienden voor het leven, hè? Zeggen ze. Zeker. Ja.
En nog even wat vragen wat over buitenlandse politiek. Pelosi? Ja, dat vond ik wel opmerkelijk toch. Kennelijk in dat gesprek tussen Xi en Biden, wat 2,5 uur geduurd had, wat ik wel indrukwekkend vond. Ik weet niet hoeveel de vertaalslag toevoegt aan het gesprek, eerlijk gezegd. Geen idee of Xi een beetje Engels spreekt, durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk verstaat hij prima. Dat was vroeger met die Russen ook zo, hè? Dus dan werd Kosygin, die had een gesprekje met een Engelse journalist. En dan die journalist die stelde een vraag in het Engels. En dan zag je eigenlijk aan Kosygin dat hij prima begreep wat er gezegd was. Maar dan ging hij heel rustig zitten wachten tot de Russische vertaling binnen was gekomen. Dat gaf hem natuurlijk een beetje ruimte om eens even over na te denken wat hij zou moeten antwoorden. Ik weet niet hoe dat bij Xi geregeld is. Ik weet helemaal niet hoe dit soort van gesprekken, want je krijgt even een heel beeld dat je Xi op het scherm ziet en Biden op het scherm. Maar hoe het precies werkt, dat weet ik niet. Ik vond 2,5 uur wel indrukwekkend lang, maar kennelijk. Pelosi had trouwens beloofd dat ze in 2022 zou stoppen, als ik het me vaaglijk herinner. Ben ik wel benieuwd wat ze gaat doen. Heb je het niet aan Michiel Vos gevraagd? Nee, ja, die zou het, precies, die heb ik wel gesproken, maar ik las nu pas dat ze in 2022 wil gaan stoppen. En dat werd gecombineerd, dan ben ik alweer vergeten waar ik dat gelezen heb, natuurlijk waarschijnlijk in de New York Times, met het feit dat de Amerikaanse ambassade in Rome, die schijnt uiterst spectaculair te zijn, en al enig tijd leeg te staan. Nu was eigenlijk de suggestie dat Pelosi haar carrière vrij zou kunnen afmaken, die natuurlijk van Italiaanse kom af is, vrij zou kunnen afmaken met een ambassadeurschap in Rome. Wat leek me wel aardig, want ja, ze is 80 of zo, ja, 81. Ja. Het is indrukwekkend. Hè. Ze was ook wel een enorm gewiekste politica, was zij in allerlei opzichten. Maar ja, dat moet natuurlijk, het is die hele top van die Democratische Partij, dat is echt een bejaardenhuis eerste klas. Die zijn allemaal tegen de 80. Het is echt ongelooflijk. Een beetje denken aan de Brezhnev, waar we het de vorige keer over hadden. Ja, daar doet het wel een beetje aan denken, ja. Zeker. Dus ze moeten daar wel een beetje de bezem doorheen halen, denk ik. Nou goed, Biden zelf is natuurlijk ook nog weer een jaar ouder dan ik. En een podcast maken, dat is tot daar aan toe op mijn leeftijd. Wel, als ik Twitter mag geloven, dan... Ja, The Talking Dead. Hè? Dus ja... Ik heb geen idee wat ze daadwerkelijk hebben gezegd over de positie van Taiwan. Omdat Taiwan natuurlijk, daar hebben ze ook al eerder over gehad. Taiwan wordt er vaak vergeleken met de Oekraïne. Maar ja, Taiwan is een eiland op aanzienlijke afstand van de Chinese kust. Dat is nog niet zo simpel om dat op te rollen, zou ik maar zeggen. Ja. Vooral natuurlijk omdat Taiwan ook door dat TSC-bedrijf een niet onaanzienlijke rol speelt in de wereldeconomie. Dat is in die zin. Chipfabrikant is ja, dat ook. Ja, ja, dat is ja. Chipfabrikant. Ja. Twee verzoekjes daarover. Of we nog een keer over de geschiedenis van Taiwan iets willen vertellen. Verzoek aan jou. Nu je het over chipfabrikant hebt, zouden we een keer in de geschiedenis van ASML willen duiken. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ik daar iets nieuws over zou kunnen melden. Is wel gepubliceerd over ASML. Wie wees er nou op dat Tim Cook, De chef van Apple, was gevraagd naar wat vond hij het indrukwekkendste bedrijf ter wereld. Toen had hij gezegd, dat vind ik ASML. Omdat ze natuurlijk ook technologisch enorm vernieuwend zijn. Nou las ik weer elders een stukje. Dat ASML toch ook in hoge mate, zeker initieel, afhankelijk is geweest van overheidssubsidies. Ook daar zie je dat de overheid wel een hele belangrijke positieve rol kan spelen. Maar heb je de zaak eenmaal opgestart, niet waar heb je het setje gegeven, dan kun je verder het bedrijf op eigen benen laten staan. Ja. Dan moet je je er niet meer mee bemoeien. Ja. Ook interessant, de enorme mensenmassa die ze aantrekken om rond Veldhoven natuurlijk daar te gaan werken, dus ook te wonen. Dus ja, die markt daar, die is ook enorm booming. Ja, en ik begreep dat er nog weer verdere technologische mogelijkheden zijn op dit terrein. Dus ja, laten we het van harte toejuichen dat we in Nederland ook technologisch, al in ieder geval op dit punt, volledig bij de tijd zijn. Maar andere flauwekul en poppenkast. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump.
The American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.